Ik ben met mij, Michelle Panel. En wij zijn nu onderweg. Ja, let niet op mijn clownhoofd nu hoor. Want kijk, ik heb gouden oogschaduw, ik heb rode lippen en het is echt verschrikkelijk. En ik heb mijn wenkbrauw aangezet, echt heel lelijk. Maar dat moet voor een danswedstrijd. Want wij zijn onderweg naar een danswedstrijd. In Barneveld. In Barneveld. Dus vandaar dat ik er zo uitzie alsof er net een soort van action make-up palet op mijn hoofd is gestouwd. Toen ik daar voor 6 was. Anyways, wij zijn dus nu onderweg. Het is ongeveer een klein uurtje rijden. En hebben we straks de wedstrijd. Jij doet niet mee? Nee. Heet jammer. Ja, wel. Want Michelle gaat van dansen af. Ja. We hebben net nog even geoefend en make-up en haar nog even goed gedaan. Ado heeft mijn haar in de vlog, hè. En nu zijn we dus onderweg. Ja, en dan hebben we nog even één repetitieding en dan gaan we de wedstrijd doen. Maar dan pas een kwart voor 3. We hebben zeg maar om 4:15 pas de wedstrijd. Wanneer moeten we er zijn? Ik 2:30. Zijn. Dus wij gaan nu even wachten en dan zijn we er binnenkort. Een hele goede middag. Ik eet u graag van alle van harte welkom bij de tweede voorronde van Check It Out 2022. Laat u horen van de Floorbreakers uit Zwolle! De tweede plaats is gewonnen door Floorbreakers. Gefeliciteerd met jullie tweede plaats. En wat het leuk is, de andere teams van onze dansschool, zeg maar, die zijn allebei eerste geworden. Dus ja, dat is vet leuk. Dus dan ook eerste en tweede. Ja, echt leuk. En we gaan weer fietsen. Ja. Oké, wij gaan biken. Doei. Goedemiddag allemaal. Zoals je ziet heb ik allemaal deze krullers in. Dat heb ik gedaan omdat ik vanmiddag of vanavond eigenlijk uit eten ga. Dus ik ga ze er nu even uithalen. Maar ik heb ze niet heel erg lang ingehad. Dus het is een beetje verlepte krul. Dus ik weet niet hoe het gaat worden, maar ik ga ze gewoon uithalen. Ten eerste ziet dit er echt shitty uit. Ik bedoel, kijk, je ziet helemaal niks behalve zo'n gare... Ja, ik weet niet. Ten tweede is mijn haar ook helemaal vast komen te zitten. Het zit allemaal helemaal vast in die randjes, dus help. Hoe ga ik dit eruit krijgen? Stress, 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 stress. Moet ik nou mijn hele haar afknippen straks? Oh, straks mis ik een hele pluk haar. Volgende keer moet ik het echt netter gaan doen. Hoe moet ik dit nou doen, jongens? Stress. Ja, ja! Oké, maar nu moet ik nog al die klitten eruit krijgen. Oh, het gaat echt best wel goed. Yes! Oké, maar het ziet er niet echt mooi uit. Dit is mijn haar gewoon normaal. Eigenlijk kan ik gewoon niks kunnen doen. Jongens, volgens mij heb ik een ontstoken oog trouwens. Ik weet het niet zeker, maar kijk, ik heb zeg maar hier zo. Hier ergens. Waarom zie je het niet? Een bultje. In mijn wimperrand. Anyways, met mijn tweede gaatje gaat het ook echt goed. Ja, en dat was echt super random. Maar ja, ik zag opeens mijn oorbel en toen dacht ik... Yes. Ik ga je even helemaal klaarmaken. En het is onmiddels ook al 1:15. Mijn moeder zei, ga maar lekker uitslapen vandaag. Ik dacht, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Uiteindelijk ben ik toch om 9:30 wakker. Maar niet uit. Goedemorgen. Het is nu 7:30. Ik moet straks naar dansklasjes voor school. Maar misschien denken jullie wel, wat is zij met haar oog aan het doen? Kijk, je ziet ook helemaal dat hij dik is. Ik zie ook zo'n wit puntje hier. Het is wel echt heel erg veel pijn. Dus ik zit er ook vooral niet aan. Maar nu doet het ook wel, zeg maar, ook als ik er niet aan zit, doet het wel gewoon... Voel ik het wel. Maar het schijnt nog veel dikker te worden dan dit. Dus ik ben benieuwd hoe dat elke dag eruit gaat zien. We zullen zien. I'll keep you updated. Ik moet nu even verder gaan met mijn broodje. Want ik moet terug op de fiets. Naar classes. Hey girls. Mijn haar is helemaal mat. Het regende net. En ik moest van school naar huis fietsen. En mijn oog is wel een beetje gemascarad. Hier zit zelfs mascara. Heb ik dat voor elkaar gekregen? Anyways. Oh, trouwens mijn ontstoken oog, zeg maar... Is het een stuk beter, maar dat witte bolletje, de ontsteking zeg maar, is wel gegroeid. In ieder geval, elke maandag is oma er en dan heeft ze altijd beschuitjes mee. Dus ik ga even een beschuitje eten, hartstikke lekker. Kijk jongens, ik heb helemaal lekker lunchje gehad. Ik heb hier een tosti, suikerbrood, twee beschuitjes en een chocolaatje en een
theetje erbij. Ik ben helemaal gelukkig. Dank je, oma. Alsjeblieft. Jongens, ik ben nieuwtje, want we hebben een soort van nieuwe aanloopkat. Hugo die kwam dus vannacht thuis. Die heeft een soort van nachtbaan. Dus hij kwam 3 uur pas thuis. Er was opeens een kat met hem meegelopen. En hij was helemaal aan het meelopen en die ging maar niet van hem weg. En toen zat hij opeens vanochtend voor de deur te miauwen. En het is nu 4:30 en... Ze, of hij, zit er nog steeds. Zie je dat oranje bolletje? Dat is er. Ik heb er net al even geaaid, dus ze is net al binnengekomen, want we deden de deur open. Weet dat als ik nu de deur open doe, dat ze binnenkomt? Wacht, ik ga het even laten zien. Ze is wel echt super lief. Maar, als Otje er ziet, krijgt ze echt sowieso ruzie. Dus ik heb die deur, zeg maar, van de gang. Ik sta nu op de gang en bij de deur. Die deur moet dicht blijven, want anders krijgt ze sowieso dik vette ruzie. Dus, we gaan even kijken wat ze doet, als ik de deur open doe. Kijk, ze komt er weer binnen, hoor. Geen skate update. Maar ze is wel echt een schatje. Kijk, als ik er aai dan. Kijk, ze gaat gelijk liggen. Maar we weten dus niet waar ze vandaan komt of van wie ze is. Dus misschien is ze wel vermist of zo. Dus ik heb al gekeken of er staat dat een rode kat, zeg maar, waar ik woon, in de stad waar ik woon, of er een rode kat vermist is. Want soms staat dat nog wel op zo'n site, weet je wel. Dus ik hoop niet dat ze nu elke dag voor de deur gaat staan of zo, want dat zou heel zielig zijn. Maar ze is wel echt gewoon een heel erg lief schatje. Je bent wel zo lief. Misschien is ze ook wel gewoon van iemand, waarschijnlijk wel. Dus ja, een beetje complex dit allemaal. Hey jongens, het is nou... laat is het? Het is nu 7:00 en ze zit er nog steeds. Ja, ze ligt nu. En ze houdt zo erg van knuffelen. Het is echt een schatje. En ze is niet de hele tijd binnen geweest hoor. We hebben er gewoon buiten gezet. Want ze was dus even binnen. We hebben er buiten gezet. Want ja, het is niet onze kat. Dus we kunnen er niet binnenhalen. Ze zit gewoon voor de deur. En ze doet niks. Dus mama, dat... Er is niks. Mama denkt er ook al aan om de dierenambulance te bellen. Maar ik moet dus even voelen of ze een chip heeft. Want we kunnen weer kijken. Dus ik moet even in haar nekje voelen of ze een chip heeft. Maar ik voel niks. Kijk, ze komt ook weer op mijn schoot. Oh, ik vind je zo lief, schat. Ik vind je zo lief. Oh, niet weer laten omvallen. Ze ligt er dus al de hele dag. Ik ga even met haar knuffelen. We moeten ook weer naar buiten. Maar ik vind het zo zielig om naar buiten te laten gaan. Aangezien het regent. Nou ja, ze zit wel gewoon droog en uit de wind. Want ze zit maar onder de carport. Dus niet dat ze nat geregend wordt. Gelukkig. Maar ik hou jullie op de hoogte. Hey girls. Wij zijn nu in de Albert Heijn. Ik ben met Pino. En wij gaan iets bakken. Wij gaan brownies bakken. Ja. En nog iets voor onszelf. Want mijn moeder wil gaan brownies. Dus dat gaan we halen. En iets voor onszelf. Dus we hebben nu dit, maar we moeten nog een aantal dingen erbij kopen voor onszelf ding. Nou, we zijn nu bezig met het beslag van de cake. We gaan beginnen met de cake en dan pas met de brownies. En dan gaan we straks chocolate chip koekjes in het beslag doen. En dan gaan we op de bovenkant en in de binnenkant melkchocolade doen. Dus het is wel heel erg heftig. Pien is er ook wat voor verwarmen. Zal ik even kijken? Ik ga even kijken op hoeveel graden dat moet. Hoeveel menu? 150. Ook gewoon met je handen. Jullie hebben vast alles nodig. Jawel. Niet alles. We hebben alles nodig. Maar één maakje moet er nu. Jawel, deze moet ook naar boven komen. Maar één moet er. Wat op! Is er niet al iets anders? We hebben ook allemaal. Je hebt exact ook. Ja, we hebben een set. Maar we hebben wel chocolade pindas. Wat ga je maken? Brownies en cake. En met chocolade. Ja. En wanneer is het klaar? Over een paar uur. Ja. Is het goed? Ja, dit is wel goed. Kijk jongens, we hebben nu verspreid. Hier zitten de chocolate chip koekjes dus in. Here we go! Oh yeah, girls! Oké. Okay. Oh, was dat Otje? Nee, echt? Otje hier. Otje nu, hier komen. Oh, Otje. Ja, ook je denkt van, wat is dit? Zoals jullie weten, zit er dus al 2 dagen een kat voor mijn deur. Ja. We zijn de buurt langs geweest en zeiden allemaal, nou dat kan wel zijn huis zijn waar ze hem of haar konden missen, want die hebben een oranje kat. Ja. Maar die waren de dag niet thuis, dus we zijn net weer even gegaan, toen waren ze thuis, waren hele lieve mensen. Alleen ze zeiden, ja, we zijn niet kwijt. Nee, dus en we hadden hun kat ook even gezien. Ja, want ze zeiden, ja kijk, dit zijn onze katten. En ze zat daar gewoon op, hey, hun kat, hun oranje kat. Ja. Maar ze wisten ook niet iemand die een kat kijkt was. Dus we gaan even aan de andere kant van de buurt. Gaan we nog even een rondje doen. Want we willen wel heel graag de baasjes vinden. Aangezien het toch wel echt heel zielig is. We willen gewoon heel graag de baasje vinden. Dus we gaan toch wel even de andere kant ook langs. Ik hoop alleen niet dat het gaat regenen. Nee, en dan is het... Ja, dat niet. Maar Suzanne, we willen het liefste niet bellen of zo ergens toe. Nee.
Want dan... Want zeg maar, stel je belt de dierenambulance. Gaan ze eerst kijken of ze chip heeft. Volgens mij heeft zij... Noem maar even door de zij. Want anders moet hij zij zeggen. Maar als hij zij geen chip heeft, zeg gewoon zij. Als zij geen chip heeft, ja, dan wordt ze denk ik naar het asiel gebracht. Ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk. Ja. En... Regenboog! Wacht, kijk. How pretty! Zo mooi. Anyway, dan wordt ze dus waarschijnlijk... Oh, mooi dit. Maar ze wordt waarschijnlijk naar het dierenasiel gebracht. En stel ze heeft wel een huisje, dan is dat een beetje gekkig. Dus we gaan nog even zoeken aan de andere kant van de buurt. En dan, dan zien we wel of we zijn of haar baasjes vinden. Dan gaan we eerst hier. Hey! Het is nu kwart over 8, 's ochtends. En ik ben even aan mijn ontbijtje voor school. Standaard broodje pindakaas met hagelslag. En een kopje thee, of course. Altijd een dag beginnen met thee. Ik wilde je nog even updaten over... Je weet wel, die rode poes slash kat. Het is blijkbaar een kat, want we hebben de baasjes gevonden. Pien en ik die zijn dus langs de huizen gelopen. Maar ze waren dus op een gegeven moment aangekomen bij een huis. Die zeiden, ja, hiernaast hebben ze een rode kat. Dus wij lopen naar dit huis toe. Wij zeggen, ja, missen jullie een rode kat? En een man doet open en die vrouw komt er gelijk aan. En ze zegt, ja, ik heb onze kat niet gezien. Nee, de laatste aantal dagen, 2 dagen of zo was hij hier. Dus we hebben een foto laten zien. Het zei die meneer van, oh ja, dat is onze kat. Toen we juist meegelopen naar ons huis en daar lag katje voor de deur in het doosje waar die al de hele tijd lag. Met een dekentje over hadden we nog even bijgelegd. Daar waren ze wel blij mee. Dus de baasjes zijn terecht, jongens. Want volgens mij wonen ze er nog niet zo lang. Dus misschien was die kat al verdwaald of zo. Dat is even de story. Ik mis hem nu natuurlijk al wel heel erg. Want ja, hij dacht alleen dat het voor de deur was. Een super lief katje. En we hoeven in ieder geval niet de dierenambulance te bellen. Dus dat is fijn. En hij zit weer lekker veilig thuis. Dus dat is natuurlijk ook een fijn idee. Either way, ik heb dorst. Hey. Zoals je kan zien... Lijk ik op een dooie. Ik lijk gewoon dood. Ik ben lekker in bed gaan liggen. Want toen ik uit school kwam, toen voelde ik me niet lekker. En ook al een uur dat ik op school zat, voelde ik me niet echt lekker. Ik heb namelijk echt heel erg hoofdpijn. Hier. Ik heb ook al aspirine gehad, maar dat heeft niet echt gewerkt. Ja, misschien had ik anders nog erger hoofdpijn. Dat kan natuurlijk ook. Ik lig nu lekker in bed. Ik ben ook niet van plan om wat te doen vandaag nog. Want ik heb me ook afgemeld voor dansen. Want eigenlijk kan ik dansen, maar... Dan ga ik er niet heen omdat ik me niet lekker voel. Maar ja, ik heb wel lekker weekend en ik heb een leuk weekend. Dus ik ga straks nog even slapen, zodat het wel weg is, zeg maar. Omdat ik leuke dingen heb te doen heb dit weekend. Dus ja, maar het is dus vrijdag, dus het einde van de week. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Geef deze video even een like. En subscribe onder deze video op die knop. Klik er maar even op. Ja, aha, ja, oké. Heel erg bedankt en ik zie jullie volgende week weer. Bye bye!